Weer een week voorbij, jong. De tijd vliegt. En de wat tijd een vliegt. Weer, hè. Heer, wat een weer. Ja, vandaar dat ik... Het begint over het weer. Maar ja? Ik ben dus lid van een motorclubje. Ik zag het op je jasje, ja, No ja. Diet. No Diet, ja, ja inderdaad. Ja. Heb je heel goed en, gelezen. En wat doen jullie? Nou, wij gaan zo een paar keer per jaar erop uit. Hè. Ja. Zoals ook afgelopen donderdag. Ik denk, nou, we gaan een lekker toertochtje maken. We gaan eens richting Blijdorp. Daar is een nieuw Van der Valk Hotel gekomen. Daar gaan we een hapje eten en dan zo weer terug. Zo hebben we een leuk ritje gehad. Wat denk je? Kom maar daar binnen, bomvol trouwens. Ja, ja. En allemaal ook van nog zo'n motorclub met de Angels, stond erop, Angels. En die voordringen, jongen, die mensen uitschelden. Ik zeg maar, dat gaat niet gebeuren. Ik zeg, dan gaan we eens even... Moeten jou niet aan het eten komen, Kok. Moeten niet aan het eten komen. Ja. Dus we hebben daar eens even flink gemat, hè, zoals dat dan heet. Ja, en? Ja, die eten voorlopig geen kogelbiefstuk meer, hoor. Daar hebben ze nog een paar nieuwe tandjes voor nodig. Dus die weten Kok is geweest. Ja, Kok is geweest. Kok was dus, hier. Ja, Angels en no Diet, dat zijn, worden geen vrienden. Vrienden, nee. Ja. En jij, heb jij nog wat... Ja, ik was gisteravond bij een bijeenkomst over het kazerneterrein, Kok. Oh, dat ging over, willen we meer of willen we minder auto's in de stad. In de stad, ja, toch? Zoiets, denk ja. ik. Het halve kazerne Fort wordt parkeerplaats, geloof ik. Maar ik moet je één ding zeggen. Ja. Wij als gemeente, waar zijn de Van Soes Jansbekers? Ja. Weer zo'n zalvende pater die Italiaans praat. Onze ondernemers, Kok, ik ben er trots op. Die Duits praten. En die zalvende pater. Elk derde antwoord was, dan moet je mee naar de gemeenteraad. Maar hoeveel van die fantastische ondernemers? 30. Zeker 30 van die jongens. Louis Klaassen, Desiree Tissen, Dion van der Sterre, Jean Desiree de Sterre. Desiree Tissen? Ja, die was er ook. Oeh, kokkie. Ja, maar echt waar. Absolute top. Ja. Meneer Frits Nellissen. Ja, ja, de eminence gris van de ondernemers in Venlo. Die man hè? Heeft manieren, echt maar. Als we er zo nog 20 hadden, was heel Venlo gered. Ik meen het. Ja. Trots op die man. Dus alle toekomstige bezoekers van Venlo, inwoners van Venlo, moeten allemaal naar het kazerneterrein. Want we gaan binnenkort met de kabelbaan. En Venlo moet niet lallen, want Kok is flink af aan het vallen. Hij is goed hoor. Ja. Hij is helemaal goed.